Misschien heb je gehoord van stamceldonatie. Maar waar is het voor en hoe werkt het? Nou, stamcellen maken nieuw bloed aan. Als iemand leukemie krijgt, gaat dat fout en kunnen jouw gezonde stamcellen hem beter maken. Maar omdat er veel verschillende mensen zijn, is het vinden van matchende stamcellen lastig. Daarom zijn er zoveel mogelijk stamceldonors nodig. Zo word je donor. Meld je aan en vul de vragenlijst in. Je krijgt wattenstaafjes thuisgestuurd die je langs de binnenkant van je wang haalt. Daarmee onderzoekt het laboratorium welk soort stamcelinformatie jij hebt en word je in de databank gezet. Mooi! De kans dat we je oproepen is niet groot. Maar als er een match is met een patiënt, bellen we je direct om stamcellen te geven. Dit kan op twee manieren. Via bloed komt het meeste voor. Je krijgt dan prikken zodat je meer stamcellen aanmaakt. Je kan je wat grieperig of een soort botpijn voelen. Vervolgens ga je een dag naar het ziekenhuis. Alle kosten worden gewoon vergoed. Een speciaal apparaat filtert de stamcellen uit je bloed, terwijl jij, lekker internet bijvoorbeeld. Stamcellen kunnen ook uit je beenmerg gehaald worden. Je gaat dan volledig onder narcose. Tel maar af. 10, 9, zo, al gebeurd. Misschien voelt het nog even beurs en ben je een beetje moe, maar dat is alles. Jouw stamcellen gaan direct naar de patiënt, die hopelijk snel weer beter is. Meld je meteen aan.